En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Feyenoord-vlog. Ja, ja, de eerste van januari. Het heeft even een tijdje geduurd. En de maand januari is nou niet echt een goede maand voor Feyenoord. Maar we zijn wel weer bij de eerste thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag voor de competitie. Ik ben samen met de Ramonski. Ramonski van Verbrand me lekker. Nee, grappie. Moeken. Ramon van Verbrand me lekker. We gaan even naar boven. Ik moet even mijn spullen pakken. En dan gaan we naar de Kuip, jongens. Ik heb er zin in. Ik leg je heel even op de grond, hoor. Vind je toch niet erg, hè? Nee, ze vinden het niet erg, zeggen ze. Nou, kijk eens. Schip Ahoy Piraatjes. Waar is mijn overtierkaart? Hier, hoor. Ja, je mag nergens meer roken, dus ik moet zo mijn peuk ook nog weggooien. Godverdorie, echt waar, jongen. Dat is ook altijd hetzelfde. Tolerant Nederland, hè. Je mag alles. Maar als je een peuk opsteekt in een openbare ruimte, dan ben je de lul. Dat mag niet. Nee, dat mag in ieder geval niet. Hè. Dat was ik niet. Dus, nou, we gaan naar boven. Ja, dat komt helemaal goed. Even snel een paar halen van mijn peuk, even snel. Ja, precies, boeken. Ketting roken. Ja, nou, ik ben niks vergeten werden is. Nou, daar gaan we, jongens. Schip hooi praatjes, de potjes gaan open. En wij gaan richting de Kuip. Ik heb er zin in. Nou ja, zin in. Ik hoop dat het wel wordt. Van Persie is er natuurlijk nabij. Nou, ben ik niet echt een fan van Van Persie. Jullie weten het. Ik ben niet echt een fan van Van Persie. Ik vind het een beetje... Een beetje minder? Ja, ik vind het wel minder. Het is, hij is te oud. Ik snap niet dat Van Persie een meerwaarde kan zijn voor dit Feyenoord. Ja. Zal het beter een jonge spits, een jongere spits erin kunnen zetten. Met wat meer kwaliteit. En Van Persie is geen kuit. Nee. Dus ik zie de som in dat hij een meerwaarde kan zijn voor dit elftal. Maar ja, we gaan het wel zien. Ja. We staan bij het metrostation nou. Kijk, er komt er al eentje. Even metro vappen. Speciaal voor Quincy, even alle metro's. Wee. En we hopen op het goede voor vandaag. De 5301, de 5362. Wee. Nou, dat was de metro. Oh, daar komt hij al aan. Als het de goede is, ik hoop het. Of we zijn een beetje laat, want ik ben er even snel, voordat ik naar de Kuip ging, even mijn haar even geschoren. Dus ik hoop dat we een beetje op tijd zijn. Het is een Rotterdamse straal, ja, die moeten we hebben. We gaan gelijk instappen in de metro. En dan gaan we richting de Kuip. Ik ben al helemaal buiten adem. Ik ben nog maar net begonnen, ik ben nu al helemaal buiten adem. Dus Rotterdam Centraal. Rotterdam Centraal. Zo, dus we gaan naar de Kuip toe en we gaan wel zien wat het wordt. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en we zijn weer in de Kuip. Bij die teringdrukte, godverdomme zeg. Helemaal fijn geperst in die tram. Helemaal doodziek van. Ramon ook, werd ook helemaal fijn geperst. Ja, daar word je niet gelukkig van. Ben je wel een beetje afgemagerd nou? Afgemagerd, ja. Ja, een beetje afgemagerd. Maar het is gelukkig goed gedaan. Oh, kijk, dit is die muur trouwens. Oké. Dit is trouwens de muur met alle namen van supporters. Moest je dus eigen aanmelden, had je een seizoenskaart. Dan kon je hier dus je naam in laten zetten. Ja, het zou ook wel heel verrassend zijn als ik ineens mijn eigen naam tegenkom, maar... Het zou wel heel erg toepasselijk zijn als je dat ineens tegenkomt. Maar hier staan dus alle namen in van alle supporters. Deze hele grote wand, samen staan we. Maken we fijn en sterker. Oude Noven. En komt er voor de O. Knapen heet hij. Knapen. Van de Meer. Kijk, want dan zou ik daar ergens boven helemaal moeten zijn. Want daar zit de B. Dus ja, het is Thijs van Bergen, ik heb ook nog een.
Hier zijn we. Ik zou hier ergens boven zou ik dan moeten staan ergens. Want ik sta er ook tussen. En zou ik hier ergens boven zou ik dus moeten staan. Maar ja. Ga dan maar eens even zoeken tussen 9000 namen. Ja, dat hebben we bezig. Nou, kijk, hier heb je RTV Rijnmond. Ga ook even op de camera. Zo, heb je dat? Ja. Ja, heb je dat? Heb je dat, Ramon? Ja. Ja, heb je dat? Ja, ja, heb je dat? Oké. Okay. Ja, dat is mooi, hè? Ik wil naar huis. Ja, we kunnen wel naar huis. We wachten tot we best van je. Ja, ja, dat zullen we wel. Ja, dat scheelt weer. Maar daar staat ergens die naam. Daar moeten dus ergens die namen staan allemaal. Nou, kijk, hier heb je ADO Den Haag. Oh ja, ja. Spelersbus. De Adeutse. Ja, Adeutse. Dat is mooi, hè? Dat kan ik op zo'n vierkantje wezen. Ga jij mij dood? Even branden toe. Ja, ja, of... Hey, gewoon, zet je alarm nou eens af, man. Zet je alarm nou eens af. Dan wordt het niet best. Dan is het iets minder. Zo, nou, het is lekker druk. Ja. Nou, we zien jullie dadelijk wel weer als we in de Kuip zijn, want... Tot, gewoon weer wel. Het is weer lekker druk, hier, ook. Ja. Doei! Tot, Slatshurt. Hij is een beetje beslagen. Wat denk je ervan? Ja, ik hoop sowieso dat ze een mooi punt maken. Hoop ik sowieso, maar 2-0. Ja, wel een goede inschatting. Ja, 2-0. Ik hou het ook al daarop. 2-0 hou ik het op. Ja, ik ga er wel mee instemmen, ja, in 2-0. Oké, nou, 2-0 wordt het. 2-0 gaat het worden, zeggen we dus. Thank you.
voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden. Leef Feyenoord 1.
Het is maar goed. Ja. Thank you.
Dat is maar zo'n viering, maar ook wel. Zo, nou Ramon, dat was het. 3-1. Ja, we hebben weer... We hebben weer 3 punten erbij, we hebben weer gewonnen. Ja, en we hebben weer een mooie overwinning weer. En de rentree van Van Persie in de Kuip. Ja, precies. Dat was ook wel leuk. Ja, dat was ook weer dat niet verkeerd. Dus we gaan nou richting huis. Ja, we hebben ook weer met een goed gevoel wegwezen, is allemaal zeer. Dat weer wel. En vanavond weer een GTA-livestream. Ja, precies. Vanavond ga ik weer livestreamen. Even weer wat moois van maken, is allemaal zeer. Samen met Ramonski van De Ramon. Ja, De Ramonski. Ja, dat was ook mooi, hè. Ja. Dat is niet verkeerd. En ja, we gaan nou richting huis. Dat is weer helemaal super. En dan gaan we het wel zien. Dan maak ik er weer, allemaal. Dan maak ik er weer wat moois van. Ja. Dat is een toppie. Nou, het is wel aardig druk al. Ik zie ze allemaal aardig volle trams al. Dus. Ja, dan wordt het ook als dus, nou, ik. We gaan richting de Spijkenis en dan gaan we het zo wel weer zien. Dan komt alles op zo'n wat we gaan doen. Het zal weer lekker vol zijn in de tram. Ja, want dat is wel best wel weer zo'n spoeling. Komt allemaal goed. Ja. We spreken jullie allemaal dadelijk weer. Dat is weer helemaal goed. Tot zo, dadelijk, tot zo, tot dadelijk. Later, alligator. Oh, godverd. Wat gaan we nou allemaal krijgen? Ik wil naar huis. Ja, ik wil naar huis. 3 punt. Zo, en we zijn weer terug in Spijkenisse. En ja, we hebben dus met 3-1 gewonnen. En we zijn weer terug in Spijkenisse. We zijn net de metro uitgestopt. En we gaan nou richting huisie. Inderdaad. Nou, dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Doe even dat duimpje de lucht in. En abonneer op mijn kanaal natuurlijk eventjes. En abonneer ook op Ramon's kanaal, De Ramonski. Heel goed, en dan, ga ik jullie wel weer zien bij een nieuwe vlog of bij een nieuwe livestream. En dan komt alles op. Bijna elke dag is het, tegenwoordig is het bijna haast elke dag. Is er s'avonds een livestream van GTA 5. Dus wat dat betreft ga ik vanavond ook weer verder met GTA. Yep. Ik heb natuurlijk die tanken gekocht. En daar ga ik weer geld voor sparen. Yep. Om dus nieuwe dingen erbij te kopen. Dus dan kan je hem uitbreiden en zo. Dat en pimpen. Dus, ik heb al een kleine aanpassing al gedaan al. Maar ik heb nog meer geld nodig voor de grotere dingen. Dus dat komt allemaal wel goed. Dat is helemaal... Nou, ik zou zeggen, doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, toedels, de vreselijk. Je doet het ergste vijand, Jan. En dan is de groetjes allemaal. En de letters en see you later. En ik zou zeggen, skabidi, skabidoo, skabidabidoo. Oh, oh.